Peter Schouten, jullie waren beide aanwezig. Ja. Peter, Peter Schouten, je bent advocaat en ook vriend. Uh, was je van Peter en in welke hoedanigheid was jij vandaag aanwezig? Nou, ik was daar als dan toehoorder uh, om te kijken hoe het uh, zou gaan. En dan probeer ik wel toch als advocaat te luisteren, maar dat lukt nooit uh, helemaal. He, dan zie ik bijvoorbeeld uh, hoe het Openbaar Ministerie er een rommeltje van maakt in het begin. En dan wind ik me daar veel meer over op dan dat ik daar als strafrechtadvocaat zou zitten. He, dan denk ik van nou... Peter was altijd Pietje, precies. Ja, die, Peter had dat precies. Niks die had dat niks gevonden. En hoe, hoe was de sfeer? Kun je het een beetje schetsen? Nou, de sfeer was eigenlijk een beetje uh, ja, weinig dramatisch vandaag... omdat uh, beide verdachten er niet waren. En dan is wel bijvoorbeeld uh, Camille er op video... en dan zitten we in zo'n moderne zaal met, met een uh, tv aan de muur... Ja. en dan uh, zit hij ergens uh, voor de rechters in de, in de grond als het ware... en kunnen wij allemaal niet hem zien. Ja. Nou, dat is natuurlijk absurd op dit moment in een rechtszaal. Dat moet allemaal veel beter. Ja. Want Delano G. wilde niet komen, hè? Zijn advocaten waren er wel. En uh, Saskia, zijn er, er zijn nieuwe feiten uh, ingebracht. Welke zijn dat? Ja. Nou, vooral dat uh, Camille uh, E. Uh, een week uh, voor de eerste voorverkenning... op de 28e, ook de 23e al gesignaleerd zou zijn in Amsterdam. Uh, er zijn cameraopnamen van waarop je kunt zien... dat hij door die lange Leidse dwarsstraat loopt. Mm. En uh, ja, dat was volgens het Openbaar Ministerie overduidelijk een voorverkenning. Uh, zelf ontkent hij dat? Hij zegt ik was wel in Amsterdam. Want ja, iedere buitenlander die in Nederland komt, die komt een keer in Amsterdam. Nou, dat klopt toch wel. Zijn, en dat dan kom je. Verweer. Dat was zijn verweer. Ja. En uh, ja, het OM zegt van uh, wij zijn ervan overtuigd dat dit een voorverkenning was die hij een week later herhaalde. Maar, maar hoe kan het dat de deze camerabeelden nu pas naar buiten komen? Wat is daar de verklaring voor? Ik denk dat ze hebben uh, gekeken naar zijn telefoonbewegingen. Daaruit blijkt dat hij in die periode regelmatig in Amsterdam was. Mm -hmm. En ze hebben ongetwijfeld gekeken of dat matchte met camerabeelden. Ja, en dan moet je wel uren en uren camerabeelden uh, checken. En daar dook hij op een gegeven moment op de 23e ook weer op.